Deze week hebben we het voor de verandering eens over fysieke problemen in plaats van mentale problemen. Ja, want de afgelopen week is er in mijn voet gesneden. En waarom dat is gebeurd, hoor je in deze podcast. Ik weet wel wat het onderwerp wordt. Ja? Je hebt wel een onderwerp. Oh, je voet. Niet voor niks, gaan we nu een uur over je voet hebben? Gaan we een uur over je voet praten. Dat is hetgene waar we deze week mee bezig zijn geweest, toch? Laten we eerlijk zijn. Nou ja, we. Hoe gaat het met je? Ja, wel oké met jou. Ja, maar ook, vandaag wel. Ja? Ja, gisteren voelde ik me helemaal down en zo. Zo, ja. En vandaag dacht ik echt van, nou ja. Ik heb affirmaties uitgesproken vanochtend naar mezelf. Zo dan. En toen dacht ik net van, nou, ik zit er eigenlijk wel prima in. Wat waren die affirmaties dan? Gewoon, ik ben de beste. Ik kan alles bereiken wat ik wil. Ik heb de grootste... Ik heb de grootste lul. Nee, maar goed. Moet dat nou weer... Blijf zo mijn microfoon af. Ja, maar heb je geen idee hierin? Hoe jij... Ik zit wel gewoon goed naar de microfoon. Jij wat minder. Gaan we wel zo zitten. Ja, graag. Nee, ja, wat zei je? Ik weet niet wat ik wilde zeggen. Ik wilde zeggen, heb je geen idee hoe je erbij zit op dit moment? Zie ik er slecht uit? Niet appetijtelijk. Is het erg? Nee, hoor, geintje. Oh. Ja, je kan deze podcast dus live kijken. Nou, niet live, maar je kan hem bekijken op YouTube. Ik zou hem deze keer even overslaan, want je krijgt een grote voet in beeld bij het volledige shot. Dat is waar, inderdaad. Een heel grote voet. En nu zie je hem voor mijn hoofd. Ja, voor jouw hoofd. En hier voor mij zie je hem ook. Jeetje. Nee. Wat een appetijtelijk beeld. Nou ja, is dat bijna een week geleden gebeurd, toch? Mm-hmm, zeker. Ja. Meer dan een week, toch? Of is vorige week donderdag? Nee, was vorige week donderdag. Sorry, tijd lijkt zo snel te gaan, maar je hebt het zo much fun. Vind je het echt snel gaan? Nou ja. Ja, op zich wel inderdaad. Maar het gaat dus op dit moment wel redelijk goed met je. Ja hoor, ja. Ik probeer mijn hoofd boven water te houden. Hoezo? Heb je het zo zwaar met me? Nee, ik ben de laatste tijd een beetje, ik denk, iets te veel veranderingen geweest. Hoezo? In het leven. Wat dan? Nou, met jou en... Met mij? Ja, omdat jij met jou wat slechter gaat, dat heeft ook gewoon impact op mij. Ja. Dan ga ik me ook gewoon een beetje zorgen maken en zo. Waar maak je je zorgen om dan? Om jou? Ja, maar oké, om mij, dat snap ik. Maar... Ik ga het niet allemaal uitspreken, dat is niet goed. Oh, want je denkt dat ik... Ja, dan denk ik dat het zo'n waarheid gaat worden. Ah, dan moet je het niet doen. Dan moet je het niet doen. Nee hoor, nee, het is meer gewoon dat ik me zorgen maak. Daarnaast is het natuurlijk ook een hele verandering voor mij. Omdat ik jou eigenlijk door de week niet zoveel zag, toch? Nou, dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Nee, ik zag je wel wat minder. We zitten wel wat meer bij elkaar. Ja. Ja, dan ga je toch in de slaapkamer zitten. Dus dat is, een beetje de verandering. En ik was gisteren ook een beetje sommertjes. De energie is het misschien. Nou, ik weet niet. Ik was verdrietig. En merk ik gewoon dat ik denk, ik zou wel kunnen huilen. En dan huil je niet? Nee, dat lukt me niet zo goed. Nee, mij ook niet zo goed. Nee. Ik kan ook slecht huilen. Dat is wel vervelend. Het kan bij mij pas getriggerd worden als er echt iets ergs gebeurt. Mm. Of dat ik bijvoorbeeld... iets kapot laat vallen of zo. Ja, dat doe je vaak, dus op zich... Snap je dan wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Er moet iets gebeuren voordat ik eventjes al kan laten gaan. Het kan niet zomaar omdat ik me verdrietig voel of zo. Nee, dat begrijp ik op zich wel. Ja. Zelfs niet als ik pijn heb, kan ik niet echt laten huilen. Nee, maar pijn is natuurlijk ook wel... Ja, hoe zeg je dat? Als kind wel, hoor. Als kind was ik echt... Is dat dan ook niet een soort van angst? Ja, dat zal het wel zijn, hè. Pijn kan ik niet echt om huilen. Ik kom wel van de wanhoop van de pijn. Ja, dat snap ik. Dat je denkt van, ga ik dit oplossen? Huil je dan echt om de pijn inderdaad, of huil je om de wanhoop van de pijn? Ja, de wanhoop denk ik van, waar gaat het nog over? De angst dus eigenlijk, uiteindelijk, ja. Je ziet achter Guylaine, zie je van die mooie overprikkeld een trui zie je trouwens hangen. Maar we hebben toevallig gisteravond besloten... Alles online zet. Tenminste, het werd ineens online gezet. Toen hebben we het gedeeld. Dat was het meer. Ja, ja, ja. En als het goed is, ik weet het niet 100% zeker, maar als het goed is, als je dit ziet, is er nog wel iets te bestellen. Dus ga vooral. Dit is de laatste keer dat de Rainbow overprikkeld shirt te koop is. Wie weet komt hij het nieuwe jaar nog een keertje terug in een andere versie. Dat weet ik nog niet. Mm. Maar op dit moment gaan we weer even focussen op andere dingen. Dus mocht je hem nog willen en mocht je nog denken van, mijn maat is er misschien nog wel... Ga vooraf kijken. Laat je niet afschrikken van kleinere maten, want het is echt een behoorlijk oversized shirt inderdaad. Ja, is het tussen relaxed en oversized in? Het is een tussen regular en oversized in. Het is een relaxed. Dus ik heb normaal gesproken een S en nu kan ik een XS aan. Gesproken over mijn voet.
Dacht ik dat het dan leuk hebben, schat. Ja, dacht ik wel dat het een leuk onderwerp was om te hebben over operaties. Nee. leuk. Ja. Nou, ik moet wel zeggen, kijk, de week stond wel in het teken van die voet. Want ik kan er nog steeds niet echt op staan. Ja. Vorige week donderdag is het gebeurd. En ik denk dat ik jullie even meeneem in het verhaal. Want ik heb dus een moedervlek. Dat zei ik 2 podcasts geleden al, moedervlek. En we dachten van, nou, misschien kunnen we die er toch beter uit laten halen om te kijken of het iets is. Want het is een beetje een rare moedervlek. Dus de afgelopen jaren is die gegroeid. Ik dacht eigenlijk dat het een klein puntje was in mijn zool. Of een klein bloeduitstorting, dacht dat het eigenlijk was. En dat door middel van druk dat die op een gegeven moment eruit kwam of zo. Dat dacht ik. Ik weet ook niet. En je hebt ook wel rare overtuigingen van dingen. Ja, ik wist niet wat. Laatst had je ook zoiets raars met haren die ingroeien en zo. Dat kan serieus. Haren kruipen, die kunnen in je huid gaan zitten. Kruipen is niet waar. Wel, dat kan echt. Nee. Ik heb het wel eens gehad hoor. Dat het echt een hele lange haar van jou, die gewoon in mijn huid zat, die kruip moest trekken. Nee, dat is echt vet. Dat is niet waar. En ik heb het gegoogeld, het was niet waar. Ik geloof het niet, want ik heb het toch gehad. Soms heb je een ingegroeide haar. Ja, een haar die zo fucking lang is. Die kan heel lang worden, dat kan wel. Nee, schat. Het was een haar die even lang was als je haar van jou zo groot. Nee, dat geloof ik. Als het gebeurt, laat ik het zien. Ja, dat is goed, schat. Haren kunnen kruipen. Dan ben jij de eerste die dat ontdekt heeft, denk ik. Ja, nou, het zou best kunnen, ja. De Alwin haar. Maar goed, we hadden afspraak, of tenminste, ik had een afspraak gemaakt bij de dokter. De dokter zei van, ja, we halen hem er voor de zekerheid uit, want we weten niet zeker wat het is. Al denken we dat er niks is. Toen dacht jij van, dan had ik hem gewoon lekker laten zitten. Zo grof was het ook weer niet. Ik zei, ik had hem gewoon lekker laten zitten totdat ik die echt groter was geworden. Ah, op die manier. Maar hij was al groter geworden, hè? Ja, maar als je het even in de gaten houdt, moedervlekken kunnen groeien. Ja. Maar zodra ze geen gekke vormen aan gaan nemen, is het gewoon in orde. Maar goed, ik had hem dus laten controleren. Toen had hij me gebeld en toen zei hij van, nou ja, goed, ik haal hem er liever uit. Maar dat hoeft niet, nu kan ik over een paar maanden. Mm. Toen dacht ik, nou, doe het maar zo snel mogelijk. Want dan ben ik er tenminste vanaf. Want ik ga er alleen maar over zitten nadenken. Toen duurde het alsnog 2 weken toch of zo? Ja, 2 weken. Ik heb er niet echt aan gedacht. In de ochtend zelf was ik ineens super zenuwachtig. Dacht ik, oh ja, shit, nu gaat het gebeuren. En ik dacht van, ja, maar hoe? Hij zei tegen me, ja, zoveel pijn ga je niet hebben hoor, want doen een verdoving en dan voel je het niet meer. Mm. Toen had ik aan Guilaine gevraagd of ze mee wilde gaan. Sowieso voor de terugrit, want ik wist niet zeker of ik kon gaan scooteren. Dus ik ging op de fiets, ging mee. Ja. Ja. En toen moest ik naar binnen. Toen vroeg hij aan me van, nou, wil je nog wat weten? Nou, ik zeg, hoe lang gaat het duren? Hij zegt, een paar minuutjes. Dus ik ging liggen. En hij zegt, ja, wil je meekijken? Dus ik denk, nou ja, nee. Waarom zou ik dit mee willen kijken? Ik ben sowieso niet zo'n hele grote fan van naalden en dat soort dingen. Ik val vrij snel, word ik echt daar duizelig van. Ook al zie ik een klein beetje bloed, dan ga ik niet goed op. Mm. En jij zag het. Ja, ik probeerde mee te kijken, maar zijn hand blokkeerde het zicht wel af. Ja, maar jij zag de naald. Oh, die naald, ja. Dat was Want ik dacht, echt, bij de tandarts zijn die naalden tegenwoordig heel erg dun. En voel je het haast niet. Nou, ik zag die naald uit de verpakking komen. Ik denk, nou, ik zeg niks. Ja, en hij ging me heel in. En ik denk, jezus, ik had echt pijn gewoon. Dat was echt niet oké. Okay. Nee, het was echt heftig. Want ik zag die naald, hij zat de poren onder je huid. Ik denk, zo. Maar hij moest die verdoving natuurlijk op de juiste plek krijgen. Dat snap ik ook wel ergens. Dus hij werd heel netjes, werd het zo rondom dat ding. En ze hadden het wel goed gedaan. Ja, het was goed gedaan, want ik voelde hij werd eigenlijk dik, zeg maar, daaronder, dus. Ja, omdat dat spul er zeker in kwam. Mm. Ja, ik voelde niks van het gebeuren, maar ik werd wel helemaal misselijk en duizelig. Ja, ik ga er niet in te veel detail wat ze hebben gedaan. Ze gingen dus met een soort van appelbordje. Ja, van mij mag het wel, maar dan moeten we misschien eventjes een kleine een disclaimer. Ze pakten we gaan er iets een, grafischer in de details. Een appelbordje bij. En toen ging die gewoon echt een stukje je huid in. Toen nam die dat hele stukje eruit. Ging dat in een potje met sterk water, volgens mij. Ja? Ja. Maar ik bloedde zeker ook. Ja, bloedde als een rund. Dus ik zat, ja, ik heb daar dus geen moeite mee met bloed. Ik wil zelf ook altijd kijken wanneer er iets gebeurt bij me. En nou, dat ging erin en toen ging die aan hechten beginnen. Maar het was nog wel even een klusje, geloof ik, want dat bloedde nogal. Ja, maar het leek er niet heel lang te duren trouwens voor mij. Nee. Ik denk 2-3 minuten of zo. Nee, het heeft helemaal niet lang geduurd. Nee. Maar ja, jij was natuurlijk helemaal aan het zweten en aan het kreunen en aan het zuchten. Nou, kreunen niet, maar wel aan het zuchten en aan het. En ik werd wel wit. Ik trok wel wit. Zo, ja. Maar het was blijkbaar heel normaal, want zelfs topsporters die vinden het verschrikkelijk wanneer er zoiets moet gebeuren. Ja. Ja, zei hij dan, hè? Ja, zei hij, weet ik veel. Om je gerust te stellen. Hij zelf ook, hè, zei hij. Dat hij ook zelf een keer in hockey ging. Maar
Ja, en toen had hij het gehecht en toen moest ik naar huis. Pas je op dat je niks uitklikt daar met die ik kan niks uitklikken daar. Grote voeten. Wat ga ik daar uitklikken? Ja, weet ik veel, dat groen en dat rode knopje. Ah, oké. Okay. Nee, maar goed, toen gingen we naar huis en sinds die tijd loop ik eigenlijk heel slecht. Nou, kijk, bij onze huisarts, dat zal vast een vele huisartsenpraktijk zo zijn. Ja, mensen zeggen dat je beter bij de dermatoloog kan gaan, want die hechten beter. Ja, maar je krijgt ook heel beperkt informatie mee. Nou, dat vind ik dus echt heel lastig, ook als autist zijnde. Dat je nog net niet met een heel pdf handboek moet komen met vragen die je kan stellen. Want ik heb ook een keer iets moeten, dat zou ik eventjes niet vertellen, dat is een beetje een smerig verhaal. Ik heb ook eens een keer iets moeten doen. Ja, als je niet tegen poepverhalen kan. Oh, dat verhaal. Ja, oké, dat is waar. Nee, maar dat moest ik een keer laten onderzoeken. En ik snapte er gewoon helemaal niks van hoe ik dat moest aanleveren. Dat werd niet gezegd. Nou, ik schade me kapot, maar het is uiteindelijk gelukt. Ja. Het is ook gewoon natuurlijk normaal om dat te doen. Maar toen had ik al tegen jou gezegd, als je iets wil weten, je moet het echt vragen, want je krijgt het niet te horen. Ja, ik kreeg één pleister mee en ik vroeg aan hem van, ja, wat nu? Hij zegt, nou, je kan er gewoon op lopen. Ja, toen zei ik van, dat is verder geen probleem, hij kan gewoon nu gaan lopen. Nee, ik kan gewoon erop lopen, dat was helemaal in orde. Ja. Maar jij kan nog steeds niet lopen. Kon steeds, nou ja, niet goed in ieder geval, want de hechting die erin zit, die is nogal strak aangedraaid. Ja. En elke keer als ik erop ga staan, dan doet het gewoon pijn. Mm. Krijg ik zo'n scheut. Nu moeten jullie niet met allemaal van die Indianen, van die heftige verhalen gaan komen, want daar ga ik niet beter op. Oh zal nee, maar luister dat ook maar even niet, maar jij schrikt van alles. Ja, ook van Sophie, toch? Die zei van dat het nooit meer de oude zou worden. Nou, dat vond ik niet zo erg. Oh. Maar meer dat het taak ontstoken is of zo, dat vind ik meer erg. Ja, precies. Maar dat is niet hoor. We hebben het echt netjes verzorgd gehad. Ja. En we doen constant verschonen als het gebloed heeft. Maar we kwamen thuis en het bloedde best wel erg nog steeds. Mm. En op een gegeven moment dacht ik van ja, dit klopt ook niet helemaal. Dus toen heb ik de volgende dag de huisarts gebeld. En die zei ja, ga maar met je been omhoog liggen en haal maar extra druk verband. Mm-hmm. Nou, hebben we allemaal dingen gehaald. Heel de dag, elke dag verschoond. Ik heb denk een paar dagen gewoon op de bank gebivakkeerd met mijn been omhoog. Dat het niet zo goed ging. Ja. En nu kan ik eindelijk een beetje erop staan. Maar het is nog steeds niet geweldig. Maar dat komt denk ik omdat, die hechting er nog steeds in zit. Ja, het is gewoon strak. Dus het zal nog even gevoelig blijven, denk ik. Ik heb nog geen... het is trouwens dicht nu, dat wel. Het is helemaal dicht. Het bloedt ook niet meer, dus dat is top. Ik heb nog geen uitslag. Dus tot zover weten we ook niks. Maar... eigenlijk bij dit soort dingen denk ik altijd van, oh ja, daarom wil ik eigenlijk niet naar de huisarts. Want er gebeurt altijd iets. Hoe bedoel je dat? Ja, ik weet het niet. Ik ben ook een keer voor mijn liesbreuk naar de huisarts. Toen moest ik naar het ziekenhuis. En toen werd ik ook helemaal naar en zo. Ik word gewoon helemaal naar van als je wordt altijd zo naar van allemaal dingen die moeten gebeuren. Ik vind het ook niet leuk hoor, daar niet van. Maar ik weet wel, als er iets moet, dan moet het gewoon. Ja. Ja, ik vraag me nu wel af, moest dit nou uiteindelijk? Nee, ja... nee, maar... dan vind ik het maar ik vind het een hoop rompslomp. Dus jouw zorgen toch? Ja, maar ik vind nu wel een hoop rompslomp in vergelijking met... stel je voor dat het uit de test komt van, het is niks. Dat had je dan toch ook anders niet kunnen weten? Dat is ook wel zo. Dus misschien had ik me wel nog druk kunnen maken, dat is waar. Ja, en voor jou helemaal, omdat je altijd zo druk maakt om dat soort dingen. Ja, maar nu heb ik weer een of ander gat in mijn hiel. Ja, ik vind het wel stylish. Stylish? Een gat in mijn hiel? Ja, dat is gewoon een verhaal voor vele jaren. Ja, dan kan ik zeggen van ja, ik heb nog in de oorlog van 2020 tegen het COVID-virus gevochten, toch? Dat is een battle scar als je gewoon even in de war bent. Wanneer het nou precies gebeurd is. Ja, ik weet het niet meer, 1945. Oh nee, wacht, hè? Dat is normaal, gek. Nee, wij kunnen wel 2045 meemaken, dat wel, maar 1945... zo, dat is bizar, joh. Jij hebt er nog nooit over nagedacht, hè? Nee, ik vind het sowieso raar dat als ze nu willen checken of je alcohol mag meenemen, dat ze al gewoon naar de 1 moeten kijken, de 1 en de 9. Ja, dat is raar, is dat, ja, hè? Dat is wel gek. Ja, ze hoeven niet meer echt te kijken naar je hele geboortedatum. Het is gewoon, als er 2000 staat, is prima. Oh, krijg ik die check nooit meer, helaas. Ja, we worden steeds ouder, schat. Ja, dat is wel jammer, maar het komt denk ik ook omdat ik met jou ben. Jij bent helemaal zo'n oude peer. Hoezo ik? Hoezo, omdat ik lijnen heb? Ja, ik heb wel lijnen. Dat is wel nee, het is een geintje, hoor. Ja, dat wordt en de dag ervoor, trouwens, even. Dus je zit bij zo'n huisarts... moet je altijd wachten. Nou vond ik het nog meevallen hoe lang we hebben gewacht. 10 minuutjes. Ja, maar die dacht ervoor, dat sloeg echt alles. Want jij moest naar het ziekenhuis. Ja, ik heb ook weer een aantal dingen op in mijn agenda staan. In mijn agenda? Waar ik niet zo blij mee ben. Zoals? Nou ja, ik heb natuurlijk al een miljoen jaar last van die neus. Dat ik niet goed kan ademen. Mm. En, maar ja, ik zit dus bij die huisarts. En ik snap daar gewoon niet zoveel van als er dingen tegen me gezegd worden. Is dat autisme?
Ja, onder andere, denk ik. Echt? Nou, ik kan gewoon niet zo goed met... Het is belangrijk dat je dit doet. Ik moet gewoon weten waarom is het belangrijk. Anders komt het mijn kop gewoon niet in. Anders doe je het niet. Nee, dan komt het er gewoon niet in. Ben gewoon eigenwijs? Nee, dat komt er gewoon niet in. Oh, sorry. Nee, je moet weten, als mens zijnde, tenminste ik... waarom iets belangrijk is. Om dat ook echt te verbinden aan... dit moet je gaan doen. Ja. Voor mijn gevoel dan, ja, tenminste. Snap ik, ja. En dus ik krijg de een na de andere dingen mee. Een puff, een pil, een spray. Maar ik hou gewoon niet van medicatie. Ja. Dus, maar ik laat me alles weer wat aanlullen. En ja, dan beslis ik thuis wel of ik het ga gebruiken of niet. Maar... ja, ik heb vorige keer volgens mij wel gezegd... we kunnen een pharmacy beginnen, toch? Zo, maar jij moet echt met me mee... want het lukt mij gewoon niet om het af te nokken. Dan is het weer de volgende pil. Maar ik wil absoluut geen pillen ook. Helemaal geen puffjes. Nee, maar ik durf het niet te zeggen dan. Want dan maar ik mag wel een beetje mee naar binnen. Dan komt het overigens of ik mijn eigen klachten niet serieus neem... als ik natuurlijk weer iets niet wil of zo. Dat idee krijg ik erbij. Maar waarom wil je geen medicijnen dan? Omdat ik... de bijwerkingen nooit prettig vindt. Dan vraag ik me altijd af, ja... Krijg je vaak bijwerkingen? Ja, altijd hoofdpijn, altijd moe. Dat is altijd op allergiemedicatie. Maar jij bent toch altijd hoofdpijn en altijd ja, moe? Ja, maar nog erger. Oh. En dan denk ik van, oké, ik heb een dichte neus. Yeah. Een beetje lopende ogen. En als ik dan die medicatie neem, heb ik een dichte neus, lopende ogen. En hoofdpijn en moe. Dus dan, nou ja, liever gewoon niet. Nee. Maar nu had ik dus een spray meegekregen... voor de zoveelste keer. En toen zei ik tegen je van... ja, en toen zei ik, ja, ik ga hem echt gebruiken. Maar ja, dat deed die spray gelijk een koppijn. En ik heb er gewoon geen zin meer in, dacht ik. Klaar mee. Ik wil gewoon naar die KNO. Ik wil weten wat er echt aan de hand is. Dus afspraak gemaakt eindelijk bij de KNO. Want je moet daar echt 30 keer bij die huisarts komen... voordat ze je door willen verwijzen. Ja. Ik snap het ook wel. Ze hebben het gewoon druk bij de KNO. Nee, dat is ook wel logisch op zich. Dus kijken, eerst willen ze het oplossen met andere dingen. Ja. Ik kom bij die wachtkamer bij de KNO. We komen bij die wachtkamer. Ja. Jij was mee voor mental support. Zeker. En ja, eigenlijk was je gewoon mijn vervoer, om eerlijk te zijn. En mental support. Ja, en omdat het zo gezellig was, hè, in de wachtkamer. Ja, wachtkamers vind ik zo verschrikkelijk. Maar ja... Even, die stoelen in die wachtkamer, die hebben dan zo'n bepaalde soort kleur. En dan denk ik van, ja, dat is alleen maar in ziekenhuizen of in dokterspraktijken dat deze kleur... er is zo appeltjes groen en oranje. Oh, appeltjes groen. Ik was zo walgelijk. Zo walgelijk. Maar het lijkt net alsof ze alsof ooit een bedrijf heeft gedacht van laten we die eens produceren en daar heel lang mee heeft gezeten en op een gegeven moment dacht van ik weet de markt. Ziekenhuizen. Weet je, appeltjes groen is heel erg ingeweest. Hè? Mijn zus had ook ooit een appeltjes groene kamer. Echt? Ja. Jeetje. Dat is echt. Maar die stoelen zijn echt in die ziekenhuizen ook dat je hebt ook altijd dat een beetje paars, violetachtig blauw. Violet. Ja, dat lila. Lila, een beetje lila-achtig blauw. Ook hebben ze ook altijd heel veel van die stoelen in. En dan zo'n aluminium grijze buis erbij. Ah, oh, ik vind dat zo walgelijk. Dat gaat niemand in zijn huis zetten. Maar waarom wel in een dokterspraktijk? Omdat het dan zo klinisch eruit ziet. Kunnen ze gewoon het een beetje gezellig maken. Ja, maar ja, het is geen gezellige plek toch? Nee, maar gewoon... Volgens mij zijn er ook wel speciale afdelingen... waar ze dan extra gezellig proberen te maken, hoor. Ja, een beetje huiskamergevoel, want je komt er binnen en je denkt al van, ik ga dood. Ja, vooral op dat cel. Ah, dat cel. Dat ja, cel. Ik snap dat cel wel, want dat kan je makkelijk afdoen. Waarom zo'n kleurtje erbij ook? Want als je dan, het zou wel lekker want zijn. Het was oranje met ja, weet ik. Ja, van geel, die spiekeltjes ook. Spiekeltjes erop. Walgelijk. Ja, we zaten daar dus in die mooie wachtkamer. Na een half uur, ik denk het was 40 10 minuten later moest ik natuurlijk weer toiletteren. Nou, heb je 20 minuten mee in je broek gezeten? Ja, niet met stront, maar gewoon met plas. En toen zat ik maar te wachten. Dat ik denk, ja, het moment dat ik naar het toilet ga, word ik omgeroepen. Maar ja, toen was het... Het was 35 minuten later. Toen zei ik van, nou, dan ga ik toch plassen hoor, schat. Dus ik ren naar die andere kant. Was ook nog aan de andere kant van die grote gang. Dan kom je voorbij een box. Oh ja, dat was voor jij helemaal verwonderlijk. Ja, maar ik keek in die box. Leg eens uit wat je van die box vond. Nou ja, walgelijk. Want dan heb je Albert Heijn To Go box. En dan denk je, nou, dan gaan we daar gezonde dingen in doen. En wat staat er dan in? Een zak chips en dat soort dingen. Zak chips? Ja. In een gekoelde box. Er was geen gekoelde box. Ja, de ene helft was gekoeld, denk ik. De andere helft was niet gekoeld. Het was een soort van vendingmachine. Mm-hmm. Kijk, natuurlijk lekker, hè? Een zak chipje en zo. Maar in een ziekenhuis vind ik dat... Ook bueno's, toch? Bueno's, alles, ja. Maar in een ziekenhuis vind ik dat toch een beetje misplaatst. Ja, maar het is ook voor de bezoek wat er komt, hè? Ja, maar toch.
Ja, maar ja, het ziekenhuis staat al jaren bekend om kaasbroodjes. Die kaasbroodjes? Ja, je kunt daar... Ja, dat is wat frituurde ik... Dat is ik wat weet van het ziekenhuiskantines. Ja. Dat is frietjes en kaasbroodjes. En snackies. Lekkere snackies, belegde broodjes, witbrood met kaas. Maar goed, jij was voorbij die Albert Heijn boxhandel. Ja, naar het toilet. En toen kwam ik terug en toen stond jij van ja, je bent het opgeroepen. Maar ik denk dan eerst als ja, je maakt natuurlijk een geintje. Nee, ze kwam echt, echt een minuut nadat je er was. Ja. Zeg, ze is nu naar de wc. Dus. Oh, dan wacht ik nog even. Ja, oké. Okay. Maar goed, ik was 40 minuten onderzocht laat, en alles. Dus die KNO-arts die zegt, ja, ik ga je neusprimie geven. Dus, ja, maar hey, hallo. Dacht, je was eerst bij de ene KNO. Dat was niet de echte KNO. Dat was een dependance-KNO. Nee, was een, ze was nog in ze was opleiding. En toen werd je daarna pas bij een echte KNO gezet. Dus ja, hij heeft helemaal in mijn neus gekeken. Maar hij zag nog litteken wezen, want ik ben dus al een keer geopereerd aan mijn neus. En heel veel zwelling. En toen ging hij de neus spreken, maar hij legde dus heel duidelijk uit hoe dit ging werken. En waarom het, en waarom het zo lang ging duren, waarom ik het echt 4 tot 6 weken aan moest zien. En toen dacht ik, ja, dan begrijp ik het, dan ga ik het doen. En dan ben je niet ineens eigenwijs, toch? Maar ik ben niet eigenwijs, ik snap dat gewoon oprecht niet. Echt niet? Nee. Ja, ik denk dat ze altijd dat je eigenwijs bent. Ik denk van, doe het nou gewoon. Ja, maar ik snap het niet. En bij de apotheek zeiden ze toen nog met die neusspray... ja, het is normaal als het gaat bloeden. En toen dacht ik, nou, sorry, dat vind ik niet normaal. Normaal als het gaat bloeden? Ja, je kan bloedneuzen krijgen. Echt? En geïrriteerde keel en alles. En ik denk, waarvoor? Voor een neus die niet open gaat. Maar dit is dus echt... ik moet het 4 tot 6 weken aankijken. Want pas dan gaat het echt kunnen slinken. Want het was dus helemaal opgezet omdat ik allerlei allergieën heb. Dus helemaal geïrriteerd. En er zat dus nog littekenweefsel. En hij zei ook van... aankijken en als het niet weggaat, dan kunnen we het nog een keer wegschroeien van binnen. Schroeien? Ja, dat schroeien ze weg. Daar is geen neus meer over op een gegeven maar, moment. Maar dan zorg je weer voor littekenweefsel. Is dat erg? Ja, dan blijft dat dikker natuurlijk. Oh, is dat het? Ja, dus het is gewoon niet omhoog naar huis te schrijven. Dan moet je ook onder narcose en zo. En ik vind dat ook, dat wilde ik eigenlijk ook niet meer onder narcose en die hele neus. Het is gewoon wat je denkt, er moet een andere oplossing zijn. En ik heb ook nog niet alles in de wereld geprobeerd natuurlijk. Ik ben ook nog steeds niet van plan om zuivel op te geven. Terwijl ik ook heus wel weet dat zuivel de duivel is. Maar ja, het is gewoon geweldig kaas ja, laat en zijn, alles. Als je kaas moet opgeven. Ja, terwijl je dan ook wel weet dat dat eigenlijk niet goed is voor je neus. Nou, ik had een bericht gekregen van iemand die had gezegd van... ja, die had ook allemaal last van de neus en zo. En ze zei van ja, FODMAP eten, wat het wel redelijk had geholpen. Want wat was FODMAP ook weer? FODMAP is dat je alles gaat elimineren en dan ga je kijken van wat waard is van wanneer intense. Je er wel... Maar van krijgt. Dat vind ik echt dedication. Ja, ik heb hem 1 keer een week geprobeerd. Toen gingen we naar Van der Valk, weet je nog? Toen had ik FODMAP dieet. Volgens mij mocht ik als niks eten. Was het, ja, was FODMAP. FODMAP. Ja, toen heb je wel een oogje samengeknepen, of niet? Hoezo? Nee, je nam echt een kaal stuk vlees of zo. Dat was echt boring as fuck. Ja. Ik kon niet eens een toetje nemen. Mm-hmm. Dat was echt niet leuk. Dat was niet leuk. Ja, goed. Dus dat waren onze avonturen van de week. Hadden we nog iets anders gehad? Ja, ik heb alleen maar op de bank gezeten eigenlijk. Mm. En ik durf nog steeds niet echt helemaal op mijn hiel te staan. Nee, ja, dat is gewoon... ja, dat gaat nog wel even duren. Maar ja, kijk, dat is gewoon zo. Dat kom je bij de huisarts en je mag er gewoon op staan. Denk je van, nou, ik kan over een dag weer aan de slag. Wij zouden vandaag naar de Efteling gaan. Nou, ik heb hem afgezegd. Want je moet alles cancelen, omdat je niet op die poot kan staan. Ja, het is toch gewoon van den zotte. Van den zotte, ja. Gisteren kreeg ik helemaal last ervan. Dat is ook prima als je het gewoon te horen krijgt van dit kan tot 2 weken last geven of zo. Iets dergelijks. Ja, dan weet je het tenminste. Maar nu dan weet je het niet. Tenminste. Nee, want ik vroeg aan hem van, kan ik gewoon erop lopen? Ja, kan er gewoon op lopen. Ja, je kan er waarschijnlijk ook op lopen als in dat het niet erg is voor het litteken. Ja, ik denk dat hij dat gewoon bedoelde. Hij zei niet van, het is pijnloos om te lopen. Maar ja, dan moet je tussen al die regeltjes door, moet je dus gaan lezen. Toch? Wat hij precies bedoelt. Ja. Wat moet je nou zo'n vieze mondje trekken? Ja, gewoon, ik vond het gewoon wanstalt. Nee, ik vond het gewoon lastig. Ja. Ja, meen ik serieus. Ik vind het wel lastig. Ik hoop gewoon dat ik volgende week in deze podcast zit en dat ik denk van nee, ja, het is goed zo. Ja, het komt echt goed. Deze podcast is trouwens nu heel erg actueel, want morgen komt hij online. Want wij waren eerst vooruit aan het werken en zo. En ik bedenk me nu ineens, het is veel leuker om een podcast best wel nu te laten lopen. Mm-hmm. Gelukkig dat we het nu opnemen in mei, toch? In mei? Dat is een klein foutje. Komen ze erachter dat die nu speelt. Nee, ik ben ook helemaal niet overwerkt of zo. Nee, dat was in mei. Dat was in mei. Maar goed, snackje van de week. Snackje van de week. En dit keer is dat een huisgemaakt snackje. Ja, jij wilde het snackje van de week.
Oh, waar ik echt tegen je, waar ik tegen jou ga smeken om het een keer op te schrijven. Ja. Want het is elke keer weer een ander recept die je uitvoert. Het is de aardappelsoep. De aardappelsoep. Maar echt, die aardappelsoep is to die for. Ja, ik had bijna het idee dat ik er ook vegan kaasvloer kon. Nee, dat was niet bijna het idee. Dat is gewoon een hartstikke goed idee. Nee, maar hier zit allemaal room en zo in. Ja, je moet het eventjes aanpassen dat het helemaal vegan gaat worden. Dan kun je letterlijk als een soort van letterlijk... Figuurlijk. Of figuurlijk kun je het wegschrijven als een kaasfondue. Een vegan kaasfondue. Ik weet überhaupt niet of die er al is, maar zelf was wel. Maar ik had dus nog nooit een aardappelsoep gemaakt voor de Budget Challenge. Ik had het nog nooit gedaan, maar we hadden zoveel aardappelen in huis dat ik dacht van, ja, als ik dit ga, gewoon met een beetje bouillon en een beetje zout, peper, een beetje knoflookie, uitje. Er zit echt heel weinig in, hè. Mm-hmm. Klein beetje room. Dan moet dit wel een lekker soepje worden. Ja. Dus toen ben ik het maar gaan experimenteren. Maar dit, deze van gisteren was wel echt lekkerste tot nu toe. Heel lekker, ja. Ja, ik weet het niet wat ik lekker gedaan lekker romig. Ja, ik heb er meer kruiden aan toegevoegd volgens mij. Ik had er nu tijm en rozemarijn. Rood zag ik ook er doorheen. Ja, een beetje paprika poeder. Oh, was wel lekker. Dus dat was de snack van de week. Ja, ga hem een keer opschrijven. Is niet, er zijn nog steeds plannen voor een kookboek. Ja, maar ja, goed. Je wil jezelf niet overwerken, schat. Ik zeg niet dat het kookboek binnen nu en een jaar er is. Nee, dat weet ik. Maar hou het gewoon bij, joh. Want dit zijn echt gewoon goede, lekkere recepten. En ja, ik heb gewoon vertrouwen in jouw kookkunsten. Het ziet toch kleurrijk, hè, die junior versie. Ja, deze is echt leuk, hè? Ja. Mocht je deze trouwens willen kopen voor je kind of voor op school of voor als je pedagogisch bezig bent, dan staat hij op onze webshop. En nogmaals, de shirts waarschijnlijk ook nog wel een paar. Ga hem niet meer promoten tot deze podcast online staat. Nee, dan zijn er echt nog wat verloren esjes aanwezig. Esjes? Ja, er zijn nog best veel essen, hè? Van die, in totaal hebben we er nu nog 29, zag ik op de website. Nee, 30 hebben we er nog. Oké. Okay. Dus dat zou... Nou, laat me even een kaart trekken. Ja, ga je even een kaartje trekken, meis. Kleppert. Dat is mijn favoriet kaartje. Vertel eens over jezelf wat ik nog niet van je weet. Nou, Jezus. Doe je het maar tegen de kijkers. Als ze niet van me weten? Ja. Ik hou heel erg van Franse muziek. Oh. Ik weet niet of ik dat ooit heb gezegd. Heb ik dat ooit gezegd? Weet ik niet. Zou kunnen. Ik ben echt een verwend Franse muziekluisteraar. Vooral ja, een beetje... niet echt chansons van vroeger, maar meer van moderne chansons. Maar ook wel wat dingen vanuit die begin 2000 en jaren 90. Ja, is nice. Maar ik zet heel vaak Franse muziek op. Daar wordt Guylaine volgens mij ook wel gek van. Nee, ik hou er ook van. Ja. En ik heb altijd een droom dat ik met zo'n Franse playlist zo op met een autootje zo met jou naast me. Frink in de achterbak. Langs de weilanden. Langs de zonnebloemvelden van in Frankrijk rij. En dat ik dat helemaal zonder stress doe. En dat we gewoon lekker genieten van 3-4 weken weg. Lijkt me heerlijk. Nice, yes. En jij? Wat weten mensen van jou niet? Alles, ze weten alles. Nee, ze weten niet alles. Wat weten mensen van jou niet? Weet niet. Kan jij het bedenken? Van jou? Ja. Zoveel heb je het toch niet gedeeld? Nee, ik kan me niet toch iets bedenken. Dat jij vroeger op DeviantArt zat en... Oh ja, ja, ik was inderdaad vroeger heel begaan met ook forums en zo. Vond ik echt leuk. Photoshop forums en dan... Ja, het is eigenlijk heel... hoe noem je dat? Vreemd om te omschrijven, want wat je nou precies deed daarop. Nou ja, jezelf omhoog werken, toch? Toch? Maar goed, je maakte allerlei... daar praat ze overheen. Je maakte allerlei kunstwerkjes, zoals collages en alles. Met allemaal foto's van celebrities en modellen. Dat celebrities ook, ja? Ja, ja, dat zette je dan helemaal zo in elkaar met Photoshop. En ja, ik was er best goed in en ik vond het ook echt onwijs leuk om te doen. Ik zat ook echt op zo'n Amerikaans forum, Shadowplay heette dat. Shadowplay? Dat bestaat nog steeds, hè, Shadowplay, ja. Oké. Okay. En dat vond ik dan helemaal leuk om te doen. Dat is echt geweldig. Maar wat deed je daar al mijn uren naartoe. Ja, jij zat echt de hele tijd achter de computer, volgens mij. Ja, als ik thuis kwam, dan ging gelijk die computer, aan. En ik moest er wel nog even af van mama. Als je moest eten? Ja, als ik moest eten. En soms moest ik ook wel eens huiswerk maken en zo. Ja. Maar anders zat ik echt altijd op de computer. Ja, joh. Ja, mijn hele leven speelde zich daar af. Ja, mijn hele leven speelde ook zich op de computer af. Ik heb mijn moeder zo gek gekregen dat wij op een gegeven moment ADSL kregen. Wat is dat? Ja, dat was via telefoonlijn internet. Dat is goedkoper, want dan moest je het gewoon via abonnement deed je dat. Maar dat was begin 2000, toen was dat nog niet zo heel erg.
Niet iedereen had internet toen. Nee. Mijn vader had toen nog telefoon tikken, maar die heeft toen zo'n heel ADSL-netwerk laten aanleggen naar alle kamers toe. Dat was nog niet wireless, want wireless was nog niet zo heel erg zo'n ding. Dat hadden wij ook niet wireless. Nee, want het is allemaal via de kabels. Oh, dat was dus ADSL. De ADSL, ja. En dan moest je dus helemaal er doorheen trekken. Dus dat vond mijn vader ook niet zo heel chill. Ja. Mijn vader is niet zo iemand van ons lagen schoenen gewoon over de trap heen. Nee, bij ons was het helemaal weggewerkt. Het was helemaal door de ook naar beneden en was allemaal echt? Zo doorheen geboord. En zo netjes door de kasten heen geboord en zo. Ja. Maar dat was al het begintijd van internet was wel geweldig, toch? Ja, zeker. Zoveel. Plaatjes.nl ging ik altijd heen. Meme-plaatjes. Ik weet niet of je dat kent, Freewebs. Freewebs. Ja, Freewebs. Kun je een websiteje maken. Of die... .tk, waren allemaal gratis websites. Oh, dat weet ik niet zo goed meer. Oh ja, misschien wel. Hives. Hives, ja. Oh. Dat was leuk. MSN. En dan elke keer je eerste MSN naam, en tweede MSN naam veranderen. En dan ook heel de tijd online en offline komen. Ja. Dus ding, 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 ding. Ik had niet zoveel mensen om te praten. Ik ook niet, MSN. Hoor. Ik had ook helemaal niet zoveel mensen. Dus ik zat er meer gewoon ik zat dan wel op de basisschool wel. En rotte.com, kende je dat? Ken ik niet. Ja, er waren allemaal foto's van mensen die dood waren. Nou ja, zeg. Ja, die allemaal verongelukt waren en dat soort dingen. En dat waren echt foto's van, vond ik als kind of als tiener echt geweldig. Dat is echt vet raar. Ja, dat is ook raar. Ja, maar jij bent echt een jongetje ook, hè? Op school vonden we dat helemaal, dat vond natuurlijk spannend om dat te kijken. Nou, ik kan er eentje herinneren van een vent die dan zo met zijn hoofd tussen zo'n laadklep was gekomen van de dinges. En die, nou goed, te grafisch. Dat was intens. Maar rotte.com, volgens mij bestaat het niet meer. Nee, lijkt me niet toch. Nee, maar het begin van het internet kon je echt rare dingen kon je opkomen. Maar misschien is dat wel eens een keer een leuk onderwerp om over te praten. Weet ik niet. Het begin van het internet? Oh, of dat een leuk onderwerp is. Tuurlijk wel. Oh. Wie weet. Toch? Ja, ik heb er in ieder geval erg van genoten. Ik zou nooit meer hetzelfde voelen als toen. Maar niks voelt me echt als toen, dat je toen nog echt dingen deed. Zonder dat er iets aan vast was? Zonder dat er geld of wat dan ook aan verdiend moest worden. Ja. Maar dus is natuurlijk het hele plezier uit het leven geslagen nu je geen tiener meer bent of kind. Nee, als je ouder bent, dan moet je helaas dingen ook voor geld gaan doen. Ja, ja. Precies. Ja. Maar ja, het voelt ook nuttelozer of zo. Met het ontspannen vind ik het best wel lastig. Want heel veel dingen die ik doe om te ontspannen zijn vaak ook wat geld oplevert. Of waar ik iets weer mee kan doen. Ja. Dus ik vind het nu lastig om dingen te doen waar ik niks mee kan. Dus dan zit ik bijvoorbeeld Lego set te bouwen. En dan denk ik, oh, dat is ook cool om dat te animeren. Of dit, dat, zo. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, wat kan ik daar dan mee doen? En dan denk ik, ja, nee. Dus dan doe ik het niet. Dat is het zo, hè. Dan zit ik ook bijvoorbeeld, ik zou nou wel zitten vaak te denken, ik wil gewoon weer even wat beter worden in logo's maken. Dat heb ik lang niet gedaan. Mm. En zit te denken, oh, dan doe ik gewoon een fictief bedrijf. Maar ja, dan denk ik, ja, dan staat het daar op mijn computer. Ja. En dan kan ik een beetje op Instagram delen met de hoop dat ik nog eens doorgeplaatst ergens word. Maar dat is het dan. Ja. Dus dan denk je al snel van, dat heeft geen zin of zo. Kunnen we beter gewoon een leuk spelletje weer uitbrengen, toch? Nou ja, dat doe ik wel met liefst, hoor. Ik vind dat geweldig drukwerk, als in verpakkingen. Ja, want je hebt nu ook een magazientje, heb je in elkaar zitten flansen. Oh, nou, laten we het daar niet over hebben, okay, schat. Dat was niet helemaal het genre waar ik voor ging. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nog iets willen doen, dan kan je doneren. Nee, tot volgende week. Hij heeft nog een zolletje nodig en een slipper. Zo, nou, ik heb op zich wel iets. Het zou wel lekker zijn als ik gewoon weer volgende week normaal kan rondrennen. Rondrennen? Ja, dat is nooit, maar goed. Ik denk dat het nooit meer terug naar normaal gaat, schat. Dat je vereeuwig met een grote aangepaste slipper moet lopen. Tot volgende week.